Dat zijn hier moerbeibomen? Dat zijn de moerbeibomen voor dit seizoen, dus die, die dit seizoen verkocht zullen worden. Hè. En hoe oud zijn die? Dit zijn allemaal eenjarige enten. Mag, dus één jaar oud? Ja. En al zo groot? Ja, daar zit flink de groei in. Hè. Ja. Dus die zijn geënt op eenjarige zaailingen zelfs. En op het einde van, het seizoen zijn die ja, toch, afhankelijk van de variëteit, anderhalve tot 1,80 meter hoog ongeveer. En zaai je die zelf, die zaailing? Nee, die koop ik in. Ja. Ik zaai ook een deel zelf, maar de meeste koop ik in, omdat je kan niet alles zelf doen. Nee, natuurlijk. Dus je hebt een zaailing en dan ga je een stukje knippen van een volwassen moerbeiboom. Ja, dus dat is een dun tijgje van de variëteit afgeknipt en die worden op elkaar geënt in de lente. Enfin, het zijn winterveredelingen. Ja. Dus ik doe dat terwijl de planten volledig in rust zijn. Dus op het einde van de winter eigenlijk. Ja. En dan is dit hier beginnen groeien vanaf april, maart of maart, april, zoiets? In het begin gaat dat heel traag. Er zit uiteraard ook wat mislukking bij, dat is altijd zo. In het begin gaat dat heel traag. Het is eigenlijk pas in juni, half juni eigenlijk, dat ze pas echt heel goed in groei komen. Komt er echt serieus vaart, zoals je ziet. Ja, maar het is groot. Ja. En hoe bepaal je het verschil tussen of dat nu laagstam, hoogstam of halfstam wordt? Al mijn moerbeien worden altijd laag geënt. Ja. Dus dat wil zeggen ongeveer op 10 centimeter. Ja. Moerbeien groeien ontzettend snel. Ja. Dus laagstam, hoogstam, halfstam en zo verder. Dat hangt enkel af van de hoogte waarop dat je het boompje laat vertakken. Ja. Dus de struikvorm vertakt tegen de grond. Hè. Ja. Een halfstam vertakt op 1,50 meter en de hoogstam op 2 meter. En dat is het eigenlijk. Hè. Dus van die kan je zelf kiezen of het een... Van deze kies je zelf wat je ermee doet. Hè. Dus als je er een halfstam van wilt, dan top je die in op 1,50 meter. En laat je die vertakken. Ja. Bij de hoogstam top je die in op 2 meter. Hè. Maar blijft die dan niet groeien totdat hij... echt nee, dus die vormt een kruin. Ja. En het is dus de bedoeling om door regelmatige snoei uiteraard die bomen ook in toom te houden. Want als je ze volledig laat groeien, als je de plaats hebt natuurlijk, kan je dat doen. Maar als je ze echt laat groeien, worden ze ongeveer 10 meter hoog. 10 meter hoog? En hoe breed? Ook 10 meter breed dan? Of, Misschien iets minder, maar ja, je moet toch zeker ook zo ruimte voorzien. Ja. Enfin, formaat hoogstam appelboom. Hè. Ja. Dus als je ze niet snoeit, dan krijgen ze dat formaat. Maar hier in de kwekerij vertakken ze ook ongeveer op 2 meter. En elk jaar worden die teruggesnoeid op 2,50, 2,80 ongeveer, maximum. Dus daardoor blijven ze handelbaar eigenlijk. Hè. Maar klopt het dan dat je voor de rest van je leven eigenlijk werk hebt om die moerbeiboom klein te houden aan je kleine wilt? Als je dat wilt, hè, ja. Ja, dus maar dat moet niet, hè. Je kan de moerbeibomen ook volledig laten groeien zoals ze willen. Hè. Je kan ze hun gang laten gaan, geen probleem. Hè. En groeien ze altijd, groeien ze allemaal tot 10 meter? Heb je niet ook nog groter? Nee, het hangt een beetje af van de variëteit. Hè. De ene variëteit groeit een stuk sterker dan de andere. Er zijn ook een paar dwergvariëteiten die helemaal niet zo groot worden. Dat hangt er een beetje van af. Hè. Ja. Dus als je een keuze maakt voor je voedselbos bijvoorbeeld, dan kan je kiezen van kijk, ik heb hier weinig plaats, ik ga hier een dwergje plaatsen dat bijvoorbeeld. Kan, dat kan. En hoe groot wordt die dwerg? De dwergvormen worden gewoon een meter of 4 ongeveer. Ja. Dat is toch dan ook 4 meter breed? Dat is, dat is een heel stuk minder dan, dan de 10 meter of meer van... van de gewone moerbeen. En dan moet je niet voor de rest van je leven snoeien. Ja. Nee. Oké, merci.